eindelijk is er een concreet bouwplan voor deze plaats in de Nijmeegse binnenstad. Ooit was de Intersport er gevestigd, maar sinds de verbouwing van plein 1944 is die winkel verhuisd. Projectontwikkelaar Ton Hendricks deed na die verhuizing jarenlang niets met het lege pand. Pas na 5 jaar werd het in 2019 eindelijk gesloopt. Nu staat er een bord bij de bouwplaats waarop nieuwbouw wordt aangekondigd. In het tweede kwartaal van komend jaar begint de bouw van een wooncomplex met 136 huurappartementen. De lege plek, voor velen een grote ergernis, wordt dus vanaf komend jaar eindelijk opgevuld.